Topflits 2014 wordt dit jaar mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven. Topfestival krijgen verenigingen de kans om zich te presenteren. Nou, we zijn hier dus bij het onderwaterhockeykraampje. En de bedoeling is dat je met een handschoen en een duikbril de puck probeert in het doel te krijgen. En als je hem erin krijgt, krijg je 3 pogingen, dan krijg je een flyer van ons. En anders niet. Het is de bedoeling dat je met je groepje, eigenlijk je topgroepje, dat één iemand een hoepel omhoog houdt, die hebben daar liggen, en dat dan een ander doorheen gooit en in de basis gooit. Wat kun je hier doen? Wij hebben een mooie ballenbak en we hebben verschillende voorwerpen die de mensen moeten zoeken in het ballenbak. En binnen een bepaalde tijd, en als dat lukt, krijgen ze een sticker dan voor mentengroep van de dag. En ze kunnen raden hoeveel ballen erin zitten, kunnen ze een privéles winnen. Oké. Ja, dat is de bedoeling, zeg maar. Ja, ik kan het sneller of niet al, nee. Ik neem een stukje achteruit, ik hou het al. Daar ze! Kom op dan! Voordat je door die bal heen geknetterd wordt. Hé, man, kun je zo'n basketbal op je hoofd krijgen hoor, dat is klaar. Het is de beste tijd. Ik ga het aan het eind van de dag gaan zien. Wie weet. Succes te verder. Hey, fijne dag. Ieder jaar is er tijdens de topweek een hypnoseshow. De hypnotiseur is Jos Klaus en werkt al meer dan 30 jaar met hypnose in alle denkbare vormen. Daarnaast is hij bekend van televisieprogramma's als Ik weet wat je deed en Van je vrienden moet je het hebben, waarin hij BN'ers onder hypnose bracht. Dit jaar is hij in de 013 en brengt hij studenten onder hypnose. Zo, goedemorgen. Nog dieper, steeds dieper. Die city, die is gloeiend heet. Ja, dat zou kunnen. En je moest op een gegeven moment op een hete stoel gaan zitten. En ervaarde je dat ook echt als een hete stoel? Nou, dat niet, maar het is wel dat mijn reflex echt meteen zei van je moet hier vanaf. En toen moest je op een natte stoel gaan zitten. Hoe was je reflex toen? Want ik had het idee dat je er sneller van afging. Ja, ik had wel zoiets van oké, volgens mij moet ik eerst even water ervan afhalen, want dat doe ik altijd. En toen ging ik erop zitten, nog altijd. Maar je doet dat dan toch en dan ga je daarop zitten en dan denk je, oh ja, nu kan het wel. Had je het gevoel dat je het niet tegen kon houden? Ja, want hij zei het, dus het was zo. Hij zei van, je plakt nu aan de grond vast en je kan niet verder. Oké, ik kan niet. En dan zegt hij, ja, ik probeer dan. Ja, lukt me niet. Het ging gewoon echt niet? Nee. En op een gegeven moment heette je Venus. En was je er ook echt van overtuigd dat je Venus heette? Daar had ik het net ook met haar over. Ja, ik heet gewoon Venus. Want ik was ook echt geïrriteerd dat mensen me anders noemden. Maar nu even serieus. Je heet echt Venus? Ja. Wauw, dat was echt een hele aparte ervaring. Ik heb zelf ook op het podium gestaan en ik ben wel in een soort trance geweest, maar of ik het echt hypnose kan noemen, dat weet ik niet. In ieder geval, krijg je een keer de kans om naar zo'n show te gaan, dan zou ik het zeker aanraden.
Is er iets? Wil je misschien iets drinken? Nee, er lopen twee varkens, biologische varkens, lopen in de wei. Zegt de ene tegen de andere, knor. Weet je wat die andere zegt? Ja, Unox. Maar dan heb ik ook een raadsel voor jou. Nou, vertel. Het begint met een V en het eindigt op agina. Wat is dat? Ik weet hem niet. Voorpagina. Oh. Ja. Om de Servicia is een herendispuut van Plato. De leden van het dispuut willen door middel van een Bourgondische levensstijl het beste uit hun studententijd halen. De medeoprichters zijn Milan Valentijn en Floris van Beek en met hen heb ik vandaag een gesprek. Nou, welkom. Ja, hoi. Hi, Yvonne. Hi, Floris. Yvonne. Leuk dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. Hey. Dankjewel. Ik wou graag vragen, waarom moet je lid worden van een dispuut? Ja, in principe is gewoon een dispuut, zeg maar, hetgene wat zeg maar, het actieve studentenleven combineert met het gezellige aspect van het studentenleven. Wat voegt een dispuut nog meer toe dan alleen al het lid zijn van een studentenvereniging? Sowieso dat je jezelf heel erg kan ontwikkelen. Je kan bestuursfuncties doen binnen een dispuut. Je hebt verschillende commissies waar hele simpele dingen als plannen, organiseren, presenteren, maar ook heel veel zelfontwikkeling, zelfreflectie, dat leer je binnen een dispuut. Planning bijvoorbeeld, je gaat ook met z'n allen naar de BIEB om te studeren. En met zelfreflectie en presenteren, heel veel opdrachten of tegen elkaar ga je ook een beetje brallen. Dus je snapt het over en weer. Maar ook heel veel toernooien, activiteiten doe je samen, sporttoernooien, zo zie je elk jaar verschillende toernooien. Wij organiseren zelf een Bourgondische barbecue waar je alleen maar met je handen mag eten. En dat zorgt ervoor dat je echt gewoon een band opbouwt met je dispuut voor het leven. Kijk, dus plannen, organiseren, gezelligheid, vrienden maken. Ja, kijk. Ja, dus het is zeg maar dus die twee kanten, zeg maar. Enerzijds zeg maar dat die gezelligheid. Aan de andere kant ook zeg maar jezelf ontwikkelen, zelf leren plannen, wat Milan je net al allemaal zei. En het drukke studentenleven of het actieve studentenleven, hoe combineer je dat nou met studeren? Ja. Ik bijvoorbeeld ben zeg maar vanuit van het eerste jaar zeg maar al meteen begonnen met het dispuut. Wij hebben zelf zeg maar ons eigen dispuut opgericht om de Sevilla. Dat kost nog meer tijd dan bij een dispuut. Ja, dan, dat kost inderdaad nog meer tijd dan dat je zelf zomaar bij een dispuut gaat. Zeg maar. Als je bij een dispuut gaat, dan neem je ook zeg maar wel bepaalde verplichtingen aan. Maar bij ons zeg maar is het wel zo van ja, als er tentamens of zo aankomen, dan kan je wel gewoon zeggen van joh, jongens, ik ben bij deze activiteit ben ik niet bij. Studeren maar, gaat altijd voor. Tuurlijk. In principe gaat de studie zeg maar altijd voor, maar je wordt wel verwacht zeg maar dat je bij zoveel mogelijk activiteiten aanwezig bent. Oké, goed plannen dus. Ja, dat is vooral belangrijk. Ja. Ja. En even naar de topweek. Hoe hebben jullie je eigen topweek ervaren? De topweek, hoe ik dat ervaren heb, is gewoon een week leuk feestje. Een goede begin om te gaan studeren. En je leert Tilburg gewoon van binnen en buiten kennen. En dat was voor mij ook de reden uiteindelijk ook om meer ervan te willen en bij een studentenvereniging te gaan. Want je leert ook alle studentenverenigingen kennen. Dus dan kijk je wel een beetje van ja, wat past dan eigenlijk bij mij en welke weg wil ik zelf eigenlijk inslaan. Hebben jullie nog tips voor de aankomende studenten? Je komt van je middelbare school af en je gaat een hele nieuwe periode in. En er gaat gewoon een hele nieuwe wereld voor je open. Ga op kamers, dat zou ik zeker aanraden om te doen. In Tilburg, omdat je dan veel meer meepakt. Ja. Ja, en vooral wees niet bang om dingen te gaan doen en dingen te gaan uitproberen. En maximaal genieten van je studentenleven, zou ik zeggen. Dat zijn hele goede tips. Dankjewel. Ik wil jullie ook bedanken voor jullie tijd. Ja, jullie ook bedankt. En dan was het dit weer vandaag. En vanmorgen weer een nieuwe aflevering van Topflits. Naast een internationale en een sportieve vereniging kent Tilburg ook een klassieke vereniging, namelijk OLOF. Wat maakt jullie studentenvereniging uniek? Ja, uniek aan OLOF. OLOF is de oudste vereniging, traditionele vereniging. Wat maakt uniek vooral, dat is toch wel het pand denk ik. En de verbondenheid van de leden onderling. Ons kent ons, iedereen kent elkaar.
Een prachtige sociëteit. Een mooie tent in een topweek. Al met al, een combinatie van, maakt het echt uniek voor ons. Als een studentenvereniging zou je denk ik aan een aantal dingen moeten denken. We moeten een gezelligheid hebben, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Maar ook heel erg belangrijk is denk ik dat leden zich moeten kunnen ontplooien. We hebben een dertigtal commissies binnen OLOF. We organiseren tal van activiteiten. En als iemand zich vermaakt binnen de vereniging, als iemand zich kan ontplooien, dingen kan organiseren, ook naar dingen toe kan gaan waar hij of zij iets aan heeft. Nou, als dat perfect is, dan heb je het hele plaatje, denk ik. Wat kunnen mensen hier tijdens de topweek doen? Tijdens de topweek hebben we een middagprogramma van 4 tot 9. We hebben de feesttent, dat is een gouden ouwe. Staat er al meer dan 10 jaar. Concept is simpel. Mensen krijgen een rondleiding als ze hier aankomen, de groepjes komen hier aan. Krijgen rondleiding, krijgen de introfilm te zien, worden ze naar buiten geleid, naar de feesttent. En dan gaat het los, is het een en al feest. Donderdagavond is traditioneel kroegentocht en ook groepje Geel 3 doet mee. Wat vind jij daar waar een kroeg aan moet voldoen? Ja, een beetje klein, heel gezellig natuurlijk, dat is ook heel belangrijk. Maar we houden van goedkoop bier en goedkope shotjes, we willen goed kunnen drinken. En het belangrijkste, knappe barmannen. Waarom kom jij juist bij Heuvel 15? Ja, het is een beetje iets kleiner kroegje, een klein terrasje. Maar het is altijd lekker bomvol met leuke mensen. En ja, onze Toon is hartstikke lief. De man die hier altijd biertjes voor ons stapt. En soms zit er wel een gratis shortje bij de bestelling die wij doen. Dus wij komen hier heel graag. Waarom denkt u dat er zoveel studenten in disputen komen hier? Ik denk dat ze het hier allemaal erg naar de zin hebben. Het kleine café, het huiskamergevoel. Lekker compact, snel gezellig. Ook als je met een kleinere groep bent. En ja, misschien ook de speciaal biertjes en de totale ambiance. Ik denk dat dat wel doorslaggevend is voor de mensen die disputen. Ik snap wel waarom het hier zo gezellig is. Het topweerbericht. Vrijdag houden we het niet droog en met 16 graden is het fris. Zaterdag minder buien en een voorzichtig zonnetje. Zondag is het vrijwel droog bij 17 graden. En tot zover aflevering 4 van Topflits 2014. Morgen zijn we er weer om te chillen bij het zwembad. We sluiten af met het getal van de dag. Bedankt voor het kijken. Tot morgen.